Hallo, ik ben Katja en ik werk bij De Waarde als begeleider. Hallo, en ik ben Samir. Ik ben een cliënt van De Waarde. Samen willen wij jullie in dit korte filmpje wat vertellen over de veranderingen die gaan plaatsvinden bij De Waarde. Veel kijkplezier! Hallo Samir. Oh, hoi Katja. Samir, heb je al gehoord over de veranderingen die gaan plaatsvinden dit jaar bij De Waarde? Wat gaat er dan veranderen? Het heeft te maken met de telefoon, internet en tv-aansluitingen voor de cliënten van De Waarde. Nee, daar had ik nog niet van gehoord. Toch geen bezuinigingen, hoop ik. Nee joh. Het heeft vooral te maken met hoe de contracten geregeld zijn. Dat moet beter. Dat kan zeker beter. Nu vind ik het onduidelijk wat De Waarde regelt en betaalt en wat de cliënt zelf moet of kan doen. Het zou dus mooi zijn als dat duidelijker wordt. Wat betekent de verandering precies? Nou, De Waarde moet volgens de wet voor cliënten met een zorgzwaartepakket zorgen voor een vaste telefoonaansluiting en een aansluiting voor kabel-tv. Maar De Waarde doet veel meer dan dat, toch? Zeker. De cliënten met een zorgzwaartepakket krijgen van De Waarde ook gratis internet. Ze mogen gratis bellen met een vaste telefoon en ze krijgen een digitaal tv-abonnement. Ja, dat weet ik. Bij de meeste andere instellingen moeten cliënten daarvoor betalen. Maar bij De Waarde is dat gratis. Oh, we zijn er. Ga jij er ook uit? Ja, ik loop met je mee. Dus, de vaste telefoon, internet en tv-aansluiting blijft dus gratis voor cliënten met een zorgzwaartepakket. Maar wat gaat er dan veranderen voor de cliënten? Tot nu toe regelde De Waarde de contracten, maar cliënten willen dat zelf regelen. Klopt, veel cliënten willen graag Foxsport, Film 1, HBO of een film huren via digitale tv. Of cliënten willen beter internet. Of een abonnement waar alles in één pakket zit. Er zijn ook zoveel mogelijkheden en wensen. En het hangt ook nog af van waar je woont. Inderdaad. En dat zorgt voor veel administratie bij De Waarde. En bij de cliënten en de begeleiders die erbij helpen. Er gaan veel dingen fout. Soms worden contracten niet of te laat opgezegd. Het verrekenen van de kosten is ingewikkeld. Ja. Sommige cliënten krijgen te veel vergoeding, maar sommige ook te weinig. Het is echt niet duidelijk waar de cliënten recht op hebben. Dat komt omdat het veel uitmaakt welke indicatie iemand heeft. En waar iemand woont. Tja, begeleiders weten het vaak ook niet meer. Laat me je uitleggen wat er allemaal gaat veranderen. Voortaan is de cliënt altijd de contractant voor tv, internet en telefoondiensten. Net zoals dat voor iedereen is. Ja, De Waarde regelt dat dus niet meer. Oké, maar de cliënt moet dan toch de rekening betalen? Klopt, maar als vanuit de wet of door het beleid van De Waarde is bepaald dat de kosten of een deel daarvan moet worden gedragen door De Waarde, dan krijgt de cliënt een vaste vergoeding. Met dat geld kan de cliënt zijn eigen keuzes maken. Maar hoe zit het dan met niet-zelfstandige woningen? Alkerhoef of De Nest bijvoorbeeld? Als het technisch niet mogelijk is dat een cliënt de contractant is, dan is De Waarde de contractant. En levert De Waarde tv, internet en telefoondiensten in eigen beheer. Dat lijkt mij logisch, maar hoe zit het dan met de wifi op de locaties? Op alle locaties blijft publieke gratis wifi-internet beschikbaar. Voor cliënten, bezoekers en medewerkers met beperkte garantie op beschikbaarheid. Gelukkig blijft gratis wifi dus bestaan. Zeker. De Waarde vindt het heel belangrijk dat iedere cliënt toegang heeft tot het internet. Want De Waarde levert een deel van haar dienstverlening via het internet. Denk maar aan beeldzorg. Ik vind het nog best moeilijk te begrijpen wat het voor mij betekent. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Daarom wordt het aan iedere cliënt persoonlijk uitgelegd wat het voor hem of haar betekent. Er komen mensen langs die alles met je doornemen.
Wanneer ze er voor jou zijn, hoor je ruim van tevoren. Er zijn veel cliënten bij de waarden, dus het kan wel een tijdje duren. Als die mensen zijn geweest, ben ik dan meteen mijn tv, telefoon en internet kwijt? Tuurlijk niet. De waarden neemt ruim de tijd om de overgang te regelen. Dat komt echt wel goed. Oh, dankjewel Katja. Ik hoor het wel als het zover is. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van dit filmpje. Ik wil de kijkers bedanken en zeg... Tot ziens! Tot ziens!